apart van elkaar te krijgen. Het is veel eigen knutselwerk, maar dat moet je doen als je in het begin van een stichting staat. Hè. Dan moet er veel zelfwerkzaamheid plaatsvinden, omdat de muntjes er niet altijd zijn. Wij zijn er wel heel erg trots op. Ik heb ook heel veel respect en bedank ook alle mensen die daaraan meegewerkt hebben. Lees het. Ik hoop dat het nuttige informatie voor je is. En we zullen er zeker nog een keer op terugkomen, denk ik. Je krijgt er ook nog even een jaarverslag erbij. Dan kun je zien wat we doen en wat we verder in de toekomst gaan doen. Dankjewel. Alsjeblieft. Heb je dat?